Hallo, kijk zo niet op tijd. Ik ben Mark en ik ben de vraag van je mee. Volgende week ben ik hier gebleven en we gaan vandaag even kijken. We gaan vandaag even zien. We gaan deze twee, die gaan we waarschijnlijk in deze dagen sowieso halen. En ik wil graag dat dit meer omhoog gaat, maar ik weet niet precies hoe dat eigenlijk allemaal voor elkaar moet gebeuren. Dus ik ga even kijken wat ik in de tussentijd nog even kan maken. Even zien. Want we kunnen sowieso nog een keer een werkplaats in een boomkwekerij. Die moeten we ook nog ergens een keer maken, volgens mij. Even zien. Subsidies. Fabriekshal, ja. Produceer 30 nummerborden. Ze hebben wel eerst een fabriekshal voor nodig. Dus. Waar zal ik dat even neer gaan zetten, denk je? Ik heb geen idee. Misschien hierboven. Oh nee, dit moet eentje groter. Dan kan hier namelijk nog zo'n stroomgenerator zitten. Met dit. Kan dus eentje minder lang. Zo. Hadden we deze gewoon speciaal voor de. Voor de werkplaats. Even zien. Zoiets. Ja, dat lijkt me wel een goede werkplaats om mee te beginnen. Even kijken, ik ga hier ook nog even een metaaldetector neerzetten. En dat doe ik dan ook hier. Zo, die gaan allemaal bouwen. En de grondonderzoek, dat is bijna klaar op één punt na. Dat vind ik wel prima, want volgens mij moeten er nu geen tunnels nog zitten. Ik denk dat nog wel gaat gebeuren, maar dat komt dan nog wel. Misschien kunnen we hier wel gewoon van dit gebied een boomkwekerij maken. Gewoon een lekkere lange boomkwekerij. Ik denk dat dan de afvaletjes korter kan. Ik ben waarvan we die dooien. Peperino's. Nee, maar de afval hoeft toch, toch niet zo groot te zijn. Even kijken, ik maak hier weer een sterfgeval. Goddammit. Hoe dan? Daar maak ik gewoon nog veilig om. God, nee. Maak ik hier gewoon een muurtje alvast en dan met hier personeelsdeur bij. Komt hier de krachtcentrale te staan. Ja, maar waar blijven die sterfgevallen toch vandaan komen? Oh my god. Nog één. Er zijn gewoon 36 lijken at the moment. Dat is niet heel erg goed. Okay, hier mag alleen personeel komen.
natuurlijk ook. In die ruimte natuurlijk ook, ja. Beveiliging hier ook. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Oké, dan gaan we hier gewoon een grote werkplaats van maken. Zo, even een mooie oude vloer ervan maken. Even zien, boomkwekerij. Oh ja, dan moeten we natuurlijk ook nog een plaatsje met exportgoederen hebben. Exportgoederen. Die gewoon hiernaast zetten. Niet zo groot, denk ik. Gewoon 12 bij 12. Dat vind ik wel prima. Niet zo groot te zijn. Zo, hier maak ik gewoon allemaal tafels los van. Zo ja, en dan komen hier gewoon. Wacht, wat nou ja? Fek! Altijd die waterleiding ook weer. Oké, dat zijn we dus weer zagen. Dat gaat best wel wat stroom kosten, maar dat is wel nodig, denk ik. Daarom heb ik ook een extra stroomcentrale hierbij gevoegd. Oké, dan kunnen we deze gewoon even gaan klonen, denk ik. Dat is wel net zo handig. En dan daar nog. Zo dus. Top. Oké, logistiek. Wat ik dan gewoon eerst doe, is dan gewoon eventjes een programma opzetten met veiligheidsinstructie in de werkplaats. Oh, er is weer een tunnel gegraven. Wauw, dat is een lange tunnel.
Maar je kunt wel 80 mensen werken, dus dat is wel chill. Oké, over 2 uur krijgen we alweer een beetje geld binnen. Beetje apart dat ze allemaal zo gaan lopen en die gewoon rechtdoor. Beetje apart is het wel, maar ja. Ach, zijn er geïnteresseerd? Nou, we hebben dus alweer wat geld binnen, dus dan gaan we gelijk eventjes voor Fabrizio voor gevangenen. Oké, dan doen we basisonderwijs dan gewoon hierheen. Kwalificatie voor weet ik veel wat. Voor algemeen onderwijs, aha. En houtbewerking, nou deze die kan dan... Ja, ook wel 's ochtends. Eén heeft de veiligheidsinstructie voltooid. 25 geïnteresseerd voor de keukenveiligheid. Oh god, wat nou ja. En hoe doe ik dat? Hoe geef ik de leider van een bende straf. Hoe geef ik dat precies? Nou, dan ga ik het nou eens even opzoeken, want daar krijg ik allemaal rellen. Misschien heeft dat er wel mee te maken. Wie weet. Ga het even opzoeken. Nee. Oh, oh. Prison Architect natuurlijk. Suggestion on gang members and leader punishment. Ja. Nou, ik zou het niet op zich nu weten, maar dat maakt niet uit. Nou, dit is wel prima. Ik denk niet dat er veel meer gebeurt. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like aan mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.